De gemeente Stijn heeft onlangs in haar raadsvergadering de MKB Green Deal bevestigd. Bij mij aan tafel wethouder Wingelaar. Natasja, van harte welkom. MKB Green Deal, wat betekent dat? Wat houdt dat in? Ja. Nou, wij zijn als gemeente eigenlijk altijd wel op zoek om vooral het MKB en de kleine MKB'er te ondersteunen, te faciliteren. Mm-hmm. En de MKB Green Deal sluit daar eigenlijk naadloos op aan. Het is een programma waar je eigenlijk 5 tracks, je kunt de naam altijd, ja. Maar goed, zo noemen ze dat dan, 5 onderdelen zeg maar, kun je afnemen. Op verschillende terreinen. En de raad heeft daar 50.000 euro subsidie voor vastgesteld. Dus dat is een mooi bedrag. Dat is zeker een mooi bedrag. Je zegt 5 tracks of 5 onderdelen misschien wel. Op welk vlak, waar moet ik dan aan denken? Ja, nou, dat is eigenlijk op het vlak van een toekomstbestendige business track. Daar kijkt men dus naar je bedrijfsvoering en naar je bedrijfsplan. Mm-hmm. En waar nog kansen en mogelijkheden liggen. Ja. Ook bijvoorbeeld op het gebied van concurrentie en dat soort zaken. Daarnaast is er een personeelstrek. Ja. Natuurlijk, een van de grootste uitdagingen zeg maar, van de komende tijd is überhaupt personeel werven. Maar ook hoe hou je je personeel bij, hè? Binnen een boeien van personeel. Ja, ja. De circotrek, dat gaat over circulaire economie. Over de circulaire economie. Dus hoe kun je je bedrijfsvoering zo circulair mogelijk inrichten? Ja, een hot item op dit moment. Hot hè? Item ook natuurlijk. De digitrek. Digitalisering is natuurlijk ook een grote uitdaging. Komt veel op ons af. En last but not least, dat is de energietrek. Die is overigens geheel gratis. De overige tracks betaalt de ondernemer een heel klein bedrag van 250 tot 550 euro. Maar deze is geheel gesubsidieerd. En dan kun je dus iemand in de hand nemen om een energiescan te laten doen van je bedrijf, van je bedrijfspand. Die brengt dan alle mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid in kaart en een plan van aanpak daarvoor. Ja, ja. En nu de Green Deal, of die MKB Green Deal voor de gemeente Stijn, maar dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Want dit is ontstaan in onze buurgemeente, ja, toch? Zeker, in Sittard-Geleen. Daar heeft de afgelopen jaar, dat was een pilot MKB Green Deal. En die is onlangs geëvalueerd. En die bleek toch wel heel erg succesvol te zijn. Waardoor wij dachten, nou dat is mooi, dan kunnen wij daar ook op meeliften. Want dan weet je in ieder geval iets wat werkt. Ja. Want het is best wel lastig om als gemeente in te schatten, waar hebben mijn ondernemers nu echt iets aan? Ja. En dat was het voordeel natuurlijk hiervan. Dat heeft al een jaar gedraaid en is geëvalueerd. En ja, ondernemers zien dat zeer waardevol. Ja, ja. Hebben zich al Stijnse ondernemingen gemeld om mee te doen aan die Green Deal? Ja, zeker. Nog voordat die vastgesteld was. Oh, echt? Ja, kijk, ondernemen houdt niet op bij gemeentegrenzen. Nee, dus een Stijnse ondernemer was benaderd door een ondernemer in Sittard-Geleen. En die zei van, nou, dan moet je ook echt aan mee gaan doen, want ik heb daar heel veel aan gehad. En zo is het balletje ook zeg maar bij ons gaan rollen. En wij nemen heel graag deel aan dit project. Ja. Want ik ben nog even vergeten te zeggen wat eigenlijk nog het ook mooi is aan dit. Heel vaak zijn dat trajecten, ja nou goed, dan doorloop je dat, krijg je een plan van aanpak. En dan? Ja. Uitvoering is vaak een probleem, zeker voor die ondernemer die het te druk heeft, vooral met de waan van de dag bezig is heel vaak. Ja. Er is ook nog een mogelijkheid om een expert in de hand te nemen die dat plan van aanpak voor je gaat uitvoeren. Okay. En dat is denk ik ook wel uniek van dit, dat je dus ook echt kunt doorpakken. Ja. En niet dat het in een la verdwijnt, zeg maar. Nee, want dat zou zonde zijn. Ja. Betekent dat ook dat jullie bijvoorbeeld samenwerken met een Hogeschool Zuid? Hier zijn heel veel partijen, ook bij die verschillende tracks, zijn betrokken. Zuid is betrokken, LIOF is betrokken, maar ook FIDAR bijvoorbeeld met het personeelstrek. UWV Werkbedrijf, heel breed zeg maar. Oh, ja. En betekent dit dat jullie dit voor een jaar uitzetten? Of zeg je van, goh, we pakken gewoon een periode van 3 jaar en gaan dan evalueren? Nou, we hebben het nu voor een jaar vastgesteld. De gemeenteraad is ook heel erg benieuwd naar de resultaten. En nogmaals, we willen natuurlijk wel iets ergens in investeren wat ook daadwerkelijk iets oplevert. En we hebben ook toegezegd dat ook wij gaan evalueren of dit is wat bij de Stijnse MKB'er past. Ja, ja. Dus. En wanneer is het een succes? Nou, wanneer is het een succes? Als ondernemers zeggen, ja, hier heb ik echt iets aan gehad, hier kan ik mee verder. Nu kan ik verduurzamen, nu weet ik beter hoe ik mijn business, zeg maar, toekomstproef kan maken.
dan vind ik het succesvol. En of dat er dan 5 of 30 zijn, ja. Vind ik nog niet eens zo interessant. Maar dat moeten ondernemers wel, die input moeten we wel van ondernemers gaan krijgen. En als er nou een ondernemer is die zegt, hier heb ik eigenlijk wel interesse in, wat moet hij dan doen? Moet hij bellen met jou? Nou, met mij kun je altijd bellen, zeg ik. En de meeste ondernemers hebben ook wel mijn telefoonnummer. Maar het makkelijkste is even een mailtje te sturen naar ondernemen@gemeentestijn.nl. Dus ondernemen@gemeentestijn.nl. Uh-huh. En dan krijg je alle informatie toegestuurd waar je kan aanmelden, wat de eigen bijdrage is, dat soort zaken. Nou, wij blijven die MKB Green Deal graag volgen en komen over een half jaar of 3/4 jaar graag bij je terug om te kijken hoe het er dan voor staat. Ja, het is misschien leuk om een keer bij een bedrijf op bezoek te gaan die deelneemt en eens te horen van wat het voor hun heeft opgeleverd. Gaan we zeker doen. Dankjewel.